Nicolai Boylissen is dan nog steeds geblesseerd, maar is ook in het eindtraject bezig. Nou, Colbein is natuurlijk een langer verhaal. Soleimani, ja, hadden we misschien het risico kunnen nemen, maar we richten nu ons meer op Zagreb. Ook omdat we gewoon een goed gevoel hebben op de jongens die dan ook terug zijn. Dus dat betekent dus dat Arras morgen bij de selectie zit, Arras Ozbilic en Lorenzo Evisilio. Dus dan heb ik weer twee opties voor de buitenkant. Jody heeft natuurlijk het afgelopen bekerwedstrijd heeft hij het gewoon goed ingevuld. Dus dat is dus ook een optie voor de buitenkant. Dus vandaar dat Mickey er niet bij zit en het volledig kan focussen op Zagreb. Betekent dit voor de wedstrijd tegen Roda dat Siem de Jong gewoon weer terug verhuist richting spits? Ja, dat is een mogelijkheid. Ik ben tevreden hoe wij gespeeld hebben afgelopen bekerwedstrijd. En ik vind dat we daar voort moeten beduren.